meisje. Ja. Zo hekel aan die mensen die altijd e-sports proberen door te dringen in ik alle ik items. Ik zeg wel dat het bang voor met de nul was. Welkom bij Games at Gear, met deze week een drone die heel veel e-sports ook gebruikt. Deze mobiel wordt ook echt super vaak gebruikt door de e-sports team. Hey, welkom terug bij de Hot Coffee Show. Het is weer tijd voor een nieuwe hete stelling die door jullie is aangeleverd. En nee, dat is dus al helemaal niet waar, want Peter heeft hem zelf bedacht. Ja, want ik dacht, we gaan even op de actualiteit van deze week. Het is natuurlijk de week van Battlefield 1. Battlefield 1, die zich afspelen in de Eerste Wereldoorlog. En Call of Duty Infinite Warfare, die zich afspeelt in een de 35ste wereldoorlog. Inmiddels. Nee. Nou ja, interplanetaire oorlog. Ja, ja, maar er is er geen wereldoorlog, nee, dat is een universele oorlog. Call of Duty Ghost Halo. En, Call of Duty Ghost Halo, inderdaad. Ghost Halo. No Man's Sky. Nice. Star Citizen. Dus ik dacht, ik heb er een stelling op bedacht, maar daardoor niet veel minder dank voor jullie reacties vorige week. Nee, inderdaad, want sowieso, ik zag leuke reacties binnenkomen op YouTube. Dat is trouwens alweer een stelling, of dat is een aflevering of 3 geleden, omdat we ze niet meer op YouTube zetten. Maar toch bedankt, YouTube. Toch bedankt, YouTube. Mensen. Bedankt ook voor die views en zo. Ja. En de likes. Ja. Nee, maar er werd leuk gereageerd op Gamersnet. Echt, zo waar mee eens, ja. Ja. Heel veel mensen waren Xbox 4.5 en Xbox One. Ja, en ook bedankt Alex Saurus met echt een hele onderbouwde mening erover. Ja, en 5 posts heb je. Welkom op Gamersnet. Leuk dat je er bent, maar Alex. Maar ook echt een leuke mening over het consoles. Je wil ze niet splitten, maar hij zei wel, er was ook een console die al eerder upgradebaar was. En dat was niet de Dreamcast, toch? Of wel de Dreamcast? Nee, de... Sega CD. De Sega CD. Die had ook allerlei upgrades en dergelijke. En dat ondermijnt dan het idee van de console. Waar het natuurlijk vorige week over ging. Maar without further ado, door naar deze week. Ja, jij mag de stelling openen. Jee. De stelling is van Peter Bouwman. Welkom op Gamersnet. Leuk dat je er bent. Leuk. Je hebt nog niet zo heel veel posts en je draagt nog niet zo heel veel bij. Maar thanks. De stelling deze week is... Het is goed dat Call of Duty futuristisch blijft. Bam! Oh, shots fired! Peter, kom je nooit meer! Straks geef je Unity ook nog een 9. Oh, Peter is een Call of Duty fanboy. Ja. Gamersnet meteen de grond in geboord. Zeker geadverteerd. Rip Gamersnet. Ja. Nee jongens, het is de stelling. Ik wil dat Call of Duty futuristisch blijft. Ik denk dat ze het ook blijven doen. Jij hebt deze stelling ook gedropt omdat je het er meteen mee eens bent. Luister, even voordat we verder gaan. Ik speel Call of Duty al niet meer sinds Modern Warfare 1. Ik speel Call of Duty niet meer sinds Modern Warfare 2. Oké. Dus dat is... Dus het was een lulje Modern Warfare 1. World at War ook. Zie je, dat is waar, eentje waar. Verder. World at War. Maar ik noem Modern Warfare ook Call of Duty 4, want ik ben echt... Ja, goed zo. Maar sinds die speel ik geen kop meer, maar wel Battlefield. Ik vind Battlefield leuker. Maar, de Call of Duty gaat niet wijken. Call of Duty, kijk, er is een hele nieuwe generatie, hè. Een generatie die Call of Duty 4 niet heeft meegemaakt. Namelijk de nieuwe Call of Duty speler met een gemiddelde leeftijd van 14. Wij zien 12. Ja. Wij zien het dat bij de Tuk-Tuk. Als we Lego aan de ene kant hebben, daar speelt iedereen. Jong, oud, iedereen. Sterker nog, vaak oud zelf. Die vinden Lego games superleuk. Seniele oude mensen spelen Lego games. Nee, leuke mensen spelen Lego games. Ja. En je komt links en daar staat Call of Duty. En het is letterlijk een 16-plus game die alleen maar wordt gespeeld in 16. Oh, hebben jullie die Platinum deel al? Ik heb trouwens een veel hogere KD, kom maar. Weet je, het zijn altijd van die jokjes waarvan je denkt van... Oh, dus jij was het die zei dat je mijn moeder hebt geneukt. Oh my gosh! My grandma has bigger balls than you, and she doesn't even have balls. Die gasten... Gastjes. Nou ja, moeder valt op jong. Maar die gastjes, die kennen helemaal niet de Tweede Wereldoorlog. Die vinden de Tweede Wereldoorlog games of Eerste Wereldoorlog veel te beperkt volgens mij. Die hebben er helemaal geen zin in. Oh, ik heb maar 5 wapens. En ik kan niet over de muren lopen. Wanneer kan ik nou een drone inroepen? Hé, waar blijft die UAV? Precies, die zit er totaal niet op te wachten. Op een strategische... Wat wij leuk vonden aan die Tweede Wereldoorlog games. Gewoon zo'n Garand. Pam, 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 ping. Oh, de Garand. Pam, 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 ping. Oh. Dat vinden wij vet. Niet kunnen herladen in de tussentijd. Je moest hem altijd leeg schieten, weet je nog? Oh, de Garand. Dat was super awesome. Maar dat vinden wij. Daarom was het ook zo vet trouwens dat die Battlefield heeft toen Bad Company 2 zat de Garand in. Als je hem pre-orderde. Dat was zo vet. Het was een moderne game, maar dan had je nog steeds dat ting, 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 ting. Weet je wel, oh my god. Heerlijk. Beste wapen ooit. Ever. Ever. High five, ik ben het mee eens. Super vet. En nu is het allemaal
kruisboog met een laser en like missile, heat-seeking missile, ja, met een camera erin en weet ik veel, maar anti-robots. Die kiddo's die dat dus spelen, waar Call of Duty zijn geld aan verdient, die willen dat. Ja. Want let's state the facts. Call of Duty verkoopt veel te goed voor Activision om te zeggen, nou weet je wat jongens, er moet iets veranderen. Call of Duty heeft nog nooit, nou oké, ze hebben wel eens beter verkocht en de verkopen zijn een klein beetje gedaald, maar die mensen maken sikke monies met Call of Duty en don't change a winning concept. Ze gaan een klein beetje de toekomst in, het spel was misschien niet zo goed, kijk naar Advanced Warfare, ging de toekomst in, het spel is niet goed ontvangen, werd alsnog verkocht. Ghost, ja, werd alsnog verkocht. Black Ops 3 wordt alsnog heel sterk verkocht. Activision heeft niet zoiets van, jongens, er moet nu iets veranderen. Dus ze hebben gewoon zoiets van, nou, dan gaan we maar lekker door. Sterker nog, Call of Duty 1, 2 en 4, de Tweede Wereldoorlog, en 5, de Call of Duty's van de Tweede Wereldoorlog, zijn niet boven de 2 miljoen verkopen gegaan. Legendarische games, 2 miljoen verkopen. Ik zei, Black Ops 2, meer dan 12 miljoen verkocht. En nu zijn de sales iets minder. Dat is ook misschien wel logisch vanwege de nieuwe consoles, bla bla bla. En maar zijn nog steeds 6 miljoen, voor meer dan 6 miljoen voor Black Ops 3. In de eerste week. Kijk, weet je kan ervan vinden wat je wil. En stiekem diep in mijn hart hoop alle ik ook. Alle volwassen gamers hopen dat het ooit weer teruggaat naar wat het was. Maar de volwassen gamers zijn niet waar Activision money op maakt. Precies. Dat zijn die en kinderen. En wij hopen ook stiekem dat Battlefield 1 het heel goed gaat doen. En dat iedereen nu een keer zoiets heeft van, speel kot. Want wij worden best wel uitgelachen als we Battlefield spelen. Speel geen kot. Nee, ik speel geen kot. Speel Battlefield. Ik ben al 6 keer prestige. Ja, leuk voor je. Leuk, ik niet. Ja. Maar goed, aan de andere kant, het is ook niet nodig. Het zijn twee verschillende werelden. Het zijn inderdaad twee verschillende werelden. En wat je nu natuurlijk krijgt, je kunt als je die oude shit wil, kun je nou weer terug naar Battlefield. Want hey, die gaan wel weer terug naar het verleden. Nee, die gaan verder terug. Die gaan weer om één. Hoeveel is dat? I know, maar ik bedoel maar, weet je, dan krijg je weer een historische shooter. Was jij niet blij? Ik was zeker blij. WO1, hè? WO1. Nou, WO1... Lef. Het liefst had ik... Ik had het liefst 1944. Daar zat ik toch echt best wel een beetje op te hopen. Maar WO1 nog steeds wel. Van die dogfights in die nieuwe planes. En paarden! Nou, de paarden is nog een beetje twijfelgeval hoe ze het gameplay technisch uit gaan werken. Maar paarden. Schepen, treinen, die fucking dogfighter gevechten in die oude vliegtuigen. Dat zou best wel vet kunnen worden. Paarden! Ja, paarden zijn... Mijn ex is een paardenmeisje, dus dat... Doet je ex geen paardenmeisje in de Eerste Wereldoorlog, zo cool was ze echt niet. Het is zwaard. Wist je dat in dat Polen nog paard had in WO2? Dude, dat Polen Duitsland reed binnen met Tiger Tanks. En toen waren die Poolse gasten, die zaten gewoon op paarden. Serieus waar? Then again, Nederland had niet eens paarden. Wij hadden echt nog een oude musket liggen of zo. Toen was iets van, weet je wat, we geven ons wel over. Het is wel goed. Ja, in Amsterdam zijn ze dat. In Rotterdam hebben we ons nog verzet. Maar goed, maar nee. Jongens, dus dit is de stelling. Ik vind dat Call of Duty lekker futuristisch moet blijven. En laten we, als je iets anders wil, heb je nu Battlefield. En dat is goed voor de industrie. We hebben keus. Nou, we hebben keus, ja. En ik zou op persoonlijk vlak, ik zou het fantastisch vinden als we weer teruggaan naar Call of Duty 2. Echt, geen remaster, maar echt terug naar, weet je wel, Tweede Wereldoorlog à la Call of Duty 2. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren, want uit het kapitalistische oogvlak is het gewoon super duidelijk. Het is niet alleen kapitalistisch, hè, want 6 miljoen exemplaren betekent ook 6 miljoen mensen. Ja. Die het dus heel leuk vinden. Nou ja, of in ieder geval het leuk genoeg vinden om het te kopen. Dat ze er dan daarna zeggen, ik heb misschien wel liever dat ze terug naar de Tweede Wereldoorlog. Zolang ze er plezier in hebben en er €60 voor uit willen geven, gaat Activision niks veranderen. Het is wel echt heftig dat er gewoon door aanhouders was gereageerd op die aantal dislikes. Je hebt de video van de reveal trailer van Call of Duty, ja. En de DLC-cijfers zijn beter dan ooit voor Call of Duty. Dus inderdaad, dat blijft. Dat is inderdaad ook wel. Nou, trouwens, de DLC gaat dan vaak wel weer terug naar de Tweede Wereldoorlog. Kijk maar naar de zombie shit van Black Ops. Ja, want dus in de Tweede Wereldoorlog waren echt fucking veel zombies. Nee, oké, maar dat ga je wel weer terug naar het tijdperk, weet je wel. Dus misschien is dat ook wel een teken voor Activision van, er zijn wel mensen die oude shit willen. Ik weet het niet. Jongens. Heb je een nieuwe stelling? Drop hem hieronder, want volgende week zullen we waarschijnlijk wel weer voor een stelling gaan uit het publiek. Want dit was gewoon even, haak in op die actualiteit, hè. Wij vinden het leuk om niet alleen maar loze stellingen te behandelen, maar ook iets wat te maken heeft met het nu. Ja. Nou, dus, leuk. Nou, dan mag je droppen. En je mag altijd reageren op deze stelling. Ga je voor Battlefield, ga je voor Call of Duty? Heb je het een keer gehad met de futuristische shit van Call of Duty? Of heb je juist wel weer zin van, jee, ouwe shit. Ja, dat willen we ook weten. Als je juist nog fan bent van Call of Duty, nu. Sta voor je game, hè. Niet bang zijn omdat bij GamersNet wel al een beetje Battlefield zijn. Gewoon zeggen, ik vind Call of Duty nog steeds van in kopen. Dat wil ik horen. Sterker nog, ik wil meer de futuristische shit en ik wil aliens. Ja, precies. Ja, nou, jongens, Marcel, Tom en ik gaan nu een e-sports meeting houden. Tot volgende week. Cheers. De ballen.